Ik voel me verschrikkelijk, eerlijk gezegd. Maar ik loop er gewoon overheen. Zo, dan laat ik deze vlogcast een keer starten in mijn eigen keuken. Vandaag ga ik op weg naar Ferdy Bolland en Rob Bolland. Beter bekend als de broers Bolland en Bolland. En ja, zo'n interview vraagt natuurlijk een stukje voorbereiding. Ik ben gisteren al even een beetje wezen shoppen. Voor het voorwerpenspel dat ik graag met ze wil spelen. Ik heb een aantal voorwerpen en dan wil ik ze een vraag bij stellen. Ja, wat hoort hier nou bij? Nou, zie je straks wel. Deze heb ik nog gekocht, moet ik even uitpakken. Kijk, ja, wat zou ik daarover willen vragen? Ga je straks wel zien. Maar voordat ik weg kan, moet ik eerst nog even omkleden. Mijn kop moet nog even kaal, want ja, er zit weer een baard op mijn hoofd van een dag of vier. Even goed kaal, voor de camera natuurlijk. Moet een beetje goed uitzien, ook al ben je bijna 45. En we gaan zo op weg naar Bolland en Bolland in de Wisselroos Studios. Hilversum, ben ik nog nooit geweest. Spannend, leuk. Tot zo in de auto. Nou, thuis nog even tegen mijn scheermes aangelopen. De kop is weer kaal. Toch even het bedje op vandaag, want het past een beetje in het thema. Daarover later meer. Ferdy Bolland en Rob Bolland. We zijn onderweg naar Bolland en Bolland vandaag voor mijn vlogcast. Interview is voor Nieuwe Revue. Ik moet ook even de foto's maken en een diepte interview in 6 pagina's. Ik wil van alles van ze weten, maar even ter introductie. Bolland en Bolland zijn vooral internationaal bekend. Grote hits gehad in het buitenland. 150 gouden platen al bij elkaar gescoord. En langzaam hebben ze hun werk een beetje verlegd naar het schrijven voor anderen, het produceren voor anderen. Zanger Falco uit Oostenrijk heeft een grote hit gescoord met Rock Me Amadeus. En nou, bijvoorbeeld Status Quo, grote hit met In The Army Now, You're In The Army Now moet ik zeggen. Wereldwijd meer dan 65 miljoen platen en liedjes verkocht. Ongekend grote muzikanten. Gaan we vandaag op bezoek. Aanleiding is minder leuk, want hij is ziek. En hij wordt niet meer beter. Dus daar moeten we het ook even over hebben straks. Maar ook weer wel nog een leuke aanleiding. Want de broers zijn 20 jaar lang gebroeieerd met elkaar geweest. Nul contact. En dat is sinds kort weer hersteld. En ik ben benieuwd naar hun band. Of de strijdbel echt helemaal begraven is. Dat ze weer bij elkaar op de koffie en op hun verjaardag komen. Dat ze elkaar eens een keer bellen ofzo. Of dat gewoon hun relatie nog steeds redelijk cool is. Maar geen ruzie meer. Ik wil precies weten hoe het zit. Dus de locatie vandaag waar we hebben afgesproken is Wisseloord Studios. Daar voelen die mannen zich thuis. Dat is hun habitat, hun muziekomgeving. Er zijn volgens mij grote dingen gebeurd in hun muziekhistorie. Ik ben er nog nooit geweest. Het is ook een grote naam in de muziekwereld, de Wisseloord Studios. En dus ik ga het vandaag ook van binnen zien daar. En wij gaan daar nu naartoe. We are in the army now. Zo. Nou ja. Vandaag op bezoek bij Bolland en Bolland nogmaals. Leger outfit, ja, van top tot teen. Even in legerkleding gekleed vandaag. Waarom? Ja, een van hun grootste hits wereldwijd. You're in the Army Now. Groot geworden door Status Quo, maar ze hebben het zelf ook uitgebracht. Dus ik ben even in thema. Misschien kunnen we het er ook nog even over hebben straks. Het grote lied, belangrijk voor hun carrière geweest. En helaas ook actueel nu met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een beetje flauw, lege groen helemaal. Ik loop er normaal nooit zo bij, maar vandaag wel. Op naar Bolland en Bolland. Ja, zullen we eens kijken of het Studio 2, volgens mij is het hier. Nou, ah, kijk, ja, daar komen ze aan. Ben je Andries? Uit Friesland. Hi, Andries. Wat fijn om elkaar te zien, man. Ja, wel gesproken. Welkom in het Gooi. Aan de telefoon veel gehad. Ja, eerste ontmoeting in real life. Kom je binnen? Ja, gaan we even. Ga naar Tilia. Oké, let's go. Mannen. Om te beginnen heb ik iets voor jullie meegenomen wat jullie zeker nog niet hebben. Jullie zijn al flink in de 60 allebei, maar je bent 66, jij bent 65. Ja, jij loopt naar de 70, zeggen ze dan. Nee, ik loop uit. Jij bent 66, dank, sorry. Ja, je bent jongere broertje. Ja, goed begin, dat is een goed begin. Maar dat is een payback time voor de koning net. Ja, 66, 65, dan loop je toch naar de 70, zeggen ze al. Ja. Nou ja, dat, zo is het niet in mijn hoofd, maar de Groningen. Friesland, 70 vind ik ook een mooie leeftijd. Weet je wel? Ja. Weet je wel? En iedereen, al die 70ers.
die nog rock'n'rollen en zo. Nou, heel erg bedankt. Wow. Ondanks hoe oud jullie ook zijn, of hoe jong jullie er ook nog uitzien. Dit hebben jullie kijken. Zeker nog niet, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ja, een hoogsoort het licht wel. Het komt uit Friesland, maar het komt eigenlijk veel verder vandaan. Maar kijk maar, het zit in de oude krant. Dat, mijn vader maakt dit, mijn vader doet dit. En die zegt dan in het Fries, het mag gewoon in de oude kranten. Het moet gewoon in de oude kranten. Ja, dat is dan... Wow, ik wou net zeggen, het zijn stenen natuurlijk, zie je al. Mijn vader zoekt ze. Als er ergens gegraven wordt in Friesland, dan zoekt hij zwerfstenen. Zaagt hij ze doormidden, ze liggen 6 weken lang te schuren in een trilbak met diamantpoeder. Wow. En daarna polijst hij ze met de hand af. Serieus, en er zijn 2 helften. De ene helft staat in zijn collectie en de andere helft mag ik dan weggeven. Dat is gek. Ja, maar deze zwerfstenen worden ook wel bolstenen genoemd. Ja. En ik ga naar 2 Bollands. Bolstenen, ik moest het even maken. Super. De bolstenen. Enorm bedankt. Ja, iets wat jullie nog niet hebben. Ja, mijn vader is de enige in Nederland die dit kan ook. Dus dan weet ik altijd zeker dat mensen het nog niet hebben. Fantastisch. Ja, mooi. Ik heb altijd bij me, dat heb ik van me zo gekregen, een steen, een platte steen. Deze gaat erbij, het wordt er wel zwaarder aan de ene kant dan. Maar goed, hij gaat er wel bij. Ik vind het fantastisch. Mooi. Doe je hem in je andere zak, ben je in balans. There you go. Ik ga mijn telefoon eraan. Heel goed. Ja, mooi verhaal. Ik ben echt blij mee. Fijn. Mannen, we zitten hier in Wisselwood Studios, ja. Hilversum. Prachtige locatie. Ik was er nog nooit geweest. Volgens mij is het jullie tweede thuis. Ja. Waarom zitten we hier? We zitten hier omdat wij ooit hier begonnen zijn. Zeg maar, we hebben natuurlijk in de afgelopen decennia in heel veel studios gewerkt. Ik moet nog even opnieuw stellen. Ik wil alle gasten de telefoon uitzetten. Ja. In de zaal en ook naar buiten. We zijn ooit begonnen in de Soundproof-studio. Hebben we later in eind 80e jaren gekocht. Toen werden de Bolland Studios. Daar hebben we natuurlijk heel veel gewerkt. Maar ja, die Soundproof-studio zelf ook onze eerste single opgenomen. Precies, ja. En daar hebben we dan Venus en Little Green Bag. Al die klassiekers zijn er. Red Our Love. Al de klassiekers zijn opgenomen. Ja, echt een En tussentijds, vanaf begin 80e jaren, hebben we hier in Wisseloord jarenlang gezeten. Ja. En hier hebben we heel veel voor ons belangrijke albums gemaakt. Waaronder ook de Domino Theory. Waar te beginnen met dat inderdaad. You're in the Army op stond. En na de verkoop van ons Bolland Studios, het hele pand in Blaricum, we hebben in 2016 verkocht. Zitten we hoofdzakelijk weer hier. Zijn we kind aan huis weer in Wisseloord, waar echt legendarische mensen gewerkt hebben. Ja, doe eens een opzomming. Wat? Rolling Stones, Simply Red, Police. Echt grote namen. Toevallig ook in deze ruimte waar we hier zitten? Ook in deze ruimte. Het is de mastering, de editingkamer. Dus als je klaar bent met je opname na maanden van een album, dan ga je hem hier fine-tunen, de gebieden hoog, laag, midden goed krijgen. Dat is masteren. Ja. Klaarmaken om te kunnen... releasen, zeg maar. Ben je daar als muzikant ook altijd bij het masteren? Als producer wel, muzikant niet. Nee. En wij zijn natuurlijk producers en sowieso bemoeien ons met alles. Dus we zijn overal bij. Ja, precies. Ja, dus jullie hebben hier ook toch wel heel wat uurtjes doorgebracht. Ja, ik zit er nog steeds Terugkijkend op jullie enorme carrière, waar we gewoon nu simpelweg voor dit interview geen tijd voor hebben om het allemaal te benoemen. En ik heb net in de auto al even een introotje gedaan over 65 miljoen verkochte platen en nummers en liedjes. En 150 gouden albums, dat heb ik net al een beetje verteld op camera. Maar toch even een paar hoogtepunten wel even belangsfietsen. Als je nou zo in één flits erop terugdenkt aan je carrière. Wat was voor jou dan een enorm hoogtepunt dat je zegt van dat ene zal ik echt nooit meer vergeten? Maar het antwoord is natuurlijk een aantal. Hè, dat is natuurlijk het debuut. Hè, dat Summer 71, onze eerste single. Ja. En dat was toen, had je toen nog maar 2 netten. En we deden dat live voor het eerst voor Nederland bij Willem Duis. Dat was toen een programma voor de Vijfsweg. Daar keek iedereen naar. Ja. En dat was eigenlijk, mensen van een bepaalde leeftijd weten dat nog steeds, zeg maar. Dat is echt een marker. Die mijlpaal. Omdat die single hit werd, was onze carrière daarmee gestart. En we waren 15 en 16, dus dat was voor ons was eigenlijk... En met een eigen liedje. Dat was ook gelijk, we zetten gelijk de toon dat we met eigen materiaal wilden komen. En het tweede, voor mij is het dan in gewoon logisch, de Domino Theory met de op In The Army Now, wat een hit werd, heeft in onze versie 5 weken ingestaan in Noorwegen, een gouden plaat in Zweden, we zijn in Italië, Griekenland, ja precies. En we gingen ook toeren met band. We gingen ook toeren en dat was nieuw voor ons met een band. Toeren, want we traden altijd voor die tijd met 2 gitaren op, als een soort Simon & Garfunkel, zeg maar. Maar daarna met die band dus. Vanaf dat moment
Ook in Wisselwoord opgenomen, dat het door ministerie was het VDL genoemd. Dat was voor mij het tweede. Ja, goed. Derde duidelijk. Nou, derde was het grote verhaal toen diezelfde song, The Army Now. Eerst was het natuurlijk Falco, U85. Ja. Maar even onderbreken, ja, hè? We horen nou twee keer In The Army Now. Wat vinden jullie van mijn outfit? Ja, nee, geweldig. Geweldig. Speciaal voor jullie aangetrokken. Ja, dat heb ik natuurlijk normaal niet aan. Nee, kan zijn dat je alleen maar dat soort dingen in de kast hebt hangen. Ik heb vanmorgen mijn kop nog kaal geschoren onder de douche. En ik haal ook er zo bij. Dat is zo gewoon moet op. Ja. Echt voor jullie dit, hè? Echt geweldig. Waar doe je dat bij elk interview? Als je zegt, ga je helemaal altijd in stijl gekleed? Nee, dat is de eerste keer tot nu toe. Nee, maar fantastisch. Fantastisch. Maar goed, ik onderbrak je, sorry daarvoor. Het volgende hoogtepunt was natuurlijk mede 80 jaren dat we Falco gingen produceren en voor hem schrijven. En toen echt werd het echt groot wereldwijd met Rock Me Amadeus. Eén in Amerika, één in Engeland, 40 landen. The Genie, grote hit. En het ging maar door heel veel andere. Controversieel. En gelijk daarna kwam de status quo versie in 87 van You're in the Army Now. En die werd ook in 30 landen een enorme hit. Ja. En het leuke is, de grootste hit in de hele carrière van Status Quo is ons lied, You're in the Army Now. Ja, mooi. Dus jullie hebben ook echt iets voor die carrière betekend. Ja, en het grappige is dat een van de eerste, wij zijn opgegroeid, geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika. Een van de eerste platen die wij zelf kochten, kan ik me herinneren, was van Status Quo, Pictures of Matchstick Men. En later nam die band ons song op en scoorde een groot hit. Dus het was een mooie historische boog, zeg maar. Hoe cool is dat? Dat je eerst eigenlijk fan bent en later voor zichzelf gaat werken. Zeker fan. Ja, maar het is vaak bij ons gebeurd. Hè? We hebben een album opgenomen met Ian Gillan, de legendarische zanger van Deep Purple. Man die we alleen maar adoreerden altijd, opgroeiend, omdat hij zo'n zinnige stem heeft. Met grote mensen. Een paar tracks met Colin Blunson die we enorm hoog hebben zitten vanwege de zombies. En Alan Parsons. Hoor je steeds reclame, schiet je. Ja, het mooie van zo'n carrière is dat uiteindelijk ga je horen tot een soort garde van artiesten, van mensen, producers, waar je alleen maar tegen opkeek ooit. Ja, mooi. Samenvattend, de term muzikant viel net, hè? Jullie verbeterden me heel handig van we zijn hier meer producers geweest, snap ik. Maar jullie spelen instrumenten, dan ben je muzikant. Jullie zingen, dan ben je zanger. Je schrijft, dan ben je tekstschrijver. Je maakt muziek voor anderen, ben je producer. Dus alles geheelomvattende term, zijn jullie gewoon allebei topmuzikanten? Ja, absoluut. Zou je kunnen zeggen? Ja. Zou jij Rob Ferdi eens willen omschrijven als muzikant en daarna andersom? Wat typeert de muzikant in Ferdi? Nou, het is meer de combinatie toch van die segmenten die jij net noemt. Produceren, componeren. En ik vind dat hij. Hij kan heel erg. Hij is bijvoorbeeld met het. Om een concreet voorbeeld te noemen. Hij is bijvoorbeeld met het idee gekomen. We hadden twee Falco-hits gehad wereldwijd. Amadeus en Vienna Calling. Was in Nederland natuurlijk niet. Maar toen zaten we te dingen. Ik ging naar bij hem thuis. Die stoel die valt een beetje. die schiet weg. Nee, maar toen zei hij van. Ik heb een idee. Waarom doen we geen ballade met Falco? En toen zei Falco zelf ook, toen zei hij aan het woord, Falco doesn't do any ballads, zei hij al. Die man sprak gewoon Oostenrijks, maar dat is goed, niet op dat moment. Dat was goed hoorbaar. Dat hij in Oostenrijk kwam. Dus Ferdi, op die melkkartonnen in Amerika, allemaal vermiste kinderen, en dat kunnen wij niet een nummer over maken. En dat is uiteindelijk, is dat Genie geworden. En zeg maar dat spotten en het. Dus dat vind ik uitzonderlijk goed gedaan. Want het gaat toch om. Het gaat om die highlights, om die dingen die je zelf. Hè, voor mij dan. Om de dingen die ik zelf niet heb bedacht. En denk ik van: fuck, dat is goed. Dat is goed. En dit is zo'n ding. Oké. Okay, erg goed. Mooi voorbeeld. En hij kan heel. Hij was vroeger altijd heel. Ook met, als we dan met z'n tweeën met de gitaar speelden. Nou, hij was goed. Hij was heel goed met. Heel stringent de akkoorden goed. En dus ik zat nog wel eens een beetje zo van een tekst. Maar hij had alles heel goed in zijn hoofd. Hij had ook een hele andere werkethiek dan ik. He, dat typeert ook de twee verschillende. Maar dat ga je waarschijnlijk aan hem vragen. Ja, ja. Maar de werkethiek was. Ja, dat is precies wat ik wil zeggen. Oké, okay. Ja, leuk. Mooie overgang. Ja, dat is heel natuurlijk aan mij. En waarom dat juist zo goed was. En meer dan de som der delen, meer dan 100% samen. Was
Juist dat. Hè. Ik heb een vrij gestructureerde werkwijze. Nou, zeg maar een uiterst gestructureerde. Ja, voor jou, ja. Maar extreem gestructureerd. Ja, neutraal ingeschat gewoon. Nee. Ja, 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 ja. In zijn perceptie extreem. Ja. Maar, en zo doe ik eigenlijk alles. Hè. Ik heb schema's, ik hou alles bij en weet ik veel wat. En dat is ook mijn werkwijze in studio's. Met liedjes. Rob is, en dat is het verfrissende altijd geweest in die samenwerking. Rob is... instinct. Rob is ad hoc. Rob is nu. Rob is puur creativiteit en dan aan de slag gaan. Hij laat zich ook niet leiden door modelletjes. Hij laat zich alleen maar leiden door zijn gevoel en zijn wat hij ja, en dat is een heel bijzondere kwaliteit die, ja, ik ken heel veel mensen in de muziek niet zoals hij dat heeft. En sommige mensen noemen dat niet georganiseerd. Ik noem het juist georganiseerd, want hij weet precies wat hij doet. Ja. Alleen hij volgt zijn eigen ethiek, hij volgt zijn eigen arbeidsmodel. Okay. En hij weet precies... Ik vind het ook vaak beledigend als mensen dat denken of zeggen van... Ja, hij is niet georganiseerd. Hij is heel erg georganiseerd. Alleen hij volgt alleen maar het Rob-stramien in alles wat hij doet. Ja. En dat is zeer valide. Maar je moet het wel onderkennen. En dat is de grote kracht in die samenwerking altijd geweest. Voort. Ja, samenvattend denk ik de grote kracht van het succes ook jullie diversiteit onderling. Dus dat schetsen jullie nu ook. Hè? De verschillende manieren hoe je dingen aanpakt, hoe je dingen aanfietst. Ja. Ik merk ook al in een gesprek nu dat jullie ook, we hebben elkaar ook wel eens aan de telefoon. Dat jullie gewoon, ook je praat anders, je denkt anders. Dan kun je elkaar aanvullen. Ik heb zelf jaren in een rockband gezeten. Ik merkte nog wel eens dat er binnen de band ook wel mensen waren die elkaar eens probeerden de vliegen af te vangen. Je hebt dat vaak met gitaristen, dat de ene nog net even wat harder zet. Ja, en dan wil een solo-gitarist, dan een slaggitarist wil nog. Ja. Je kunt elkaar ook vliegen afvangen. Hebben jullie die rivaliteit onderling wel eens gehad in de muziek? Dat is een kernterm bij wat zoals wij gefunctioneerd hebben. Ja, ja. Lennon en McCartney hadden dat ook. Weet je wel, als dingetje Penny Lane schreef, dan schreef hij altijd Strawberry Fields. En dan denk je, fuck, het zat op de B-kant en mijn nummer. En dat is altijd die dynamiek geweest. Ik heb ondanks nog die podcast van Nelly en van Dinges separaat gehoord. En dan zit de een op die andere af te geven, nog steeds. Tenminste, Nelly niet meer nog steeds, maar McCartney nog steeds. Ja. Dan denk je van, man, get over it, weet je wel. Maar I can't get over it, want het is gewoon realistisch. Ja. Het is iets wat precies de sleutel is ook... Dat afvangen van dingen. En niet eens in tijd of zo, maar ook met een idee komen. Of met een dingetje. Of iets anders bedenken. En dat stimuleert enorm. Ja, dat stimuleert enorm. Ja, zet je het op scherp, ja? Ja, we hadden eigenlijk twee dingen. We hadden onderling hadden we een heel, al sinds we heel, heel klein waren. Hij is iets ouder. Dus sinds ik erbij kwam zeg maar, op de wereld, hadden we dat al. Was de wereld al wat minder. Er komt er weer een. Niet doen, geen ruzie maken. Niet doen. Niet hier. Niet bij anderen. Bij anderen ging het echt mis. Jij vraagt naar conflicten. Ja, ik weet het precies wie anders is. Nee, dus die onderlinge rivaliteit heeft altijd bestaan bij ons. Met alles was het. Met meisjes. Het ging zomaar door. En dus ook met muziek. Maar tegelijkertijd waren we ook heel sterk in het... frontvorming, zeg maar, wij met z'n tweeën tegen de rest. Exact dat. Omdat we altijd een beetje de buitenbeentjes waren, ook in de industrie, want we deden dingen op onze vroeger op school waren we altijd de nieuwe we hebben heel veel, moesten we reizen. Ja, heel veel verhuisd van Zuid-Afrika naar Nederland, Duitsland. Nergens te vinden was. Dus we hadden ook altijd iets van een soort American football team, dat we, weet je wel, we zaten elkaar op. Ja, zo, okay, let's go, bang, dat. Ja. Mooi man, een van de favoriete onderdelen van de mensen die ik altijd interview is het voorwerpenspel. Ja. Hartstikke flauw, je kan er alles van zeggen wat je wil, maar we hebben even wat materiaal nodig om tussen het lange interview door te plakken. Hey, dat doen we maar nu. Voor mij zit het hoogtepunt van het... Ja, je houdt van spelletjes. Mag jij als eerste een voorwerp pakken, je mag niet kijken. En dan moet je raden wat ik daarover zou willen vragen. Dit gaat over die beroemde bokswedstrijd in Afrika. Nee, dit gaat over die vermeende ruzie tussen de Bollandboers. Ik heb ergens gelezen dat het slaande ruzie was. Hebben jullie ruzie gehad? Nou ja, we hebben altijd al, zelfs in tijden toen we geen ruzie hadden, als we vroeger klein waren, we waren best wel altijd van, als het uit de hand liep, dan gingen we echt een beetje meppen. Dus... dat ging wel echt goed tekeer. Oké. Zoals Doort. Maar in die 20 jaar als volwassenen, hebben jullie, is dat zelden, tot een fysieke confrontatie gekomen? Of was het vooral ook haat en nijd? Zelden, maar wel eens. Ja. En hoe ging het dan? Wie
Raakte wie het hardst? Ik ben toch groter, dat is echt genoeg. Ja, ja, dus ik ben gemener. Hij is gemener. Ja. Mooi. Rob, we hebben je beloofd de vaart erin te houden. Je gaat nog even muziek maken zometeen. Ogen dicht. Je mag niet kijken. Nee. En je mag voorwerp pakken. Dit is voel een beetje agressief van. Oh. Ja, je mag niet, ja hallo, je moet wel gewoon pakken, weet je wel. Ja, maar dat ga je. Mooi. Ah, oké. Oké. Cryptisch, cryptisch. Ja, ik heb hem door. Ja? Ja, pak het hoesje maar vast. Ja, dat heb je daar gekregen. Oké. Okay. Ik wou het nog even over jullie single hebben. Misschien huil ik niet hard genoeg. Inderdaad, uien, huilen. Fantastisch geraden. Waar gaat het liedje over op? Ja, het is eigenlijk een soort afscheidsliedje. Maar dan is het eigenlijk een soort afscheidsliedje wat een positieve boodschap heeft. Er hangt nu een plaquette in Den Haag aan de straat, boven de straat. En dat is van de gemeente Den Haag heeft dat initiatief genomen om dat te doen van ons. En dat hangt ook van Golden Earring, van Mariska Veer. Dus in dat rijtje van Haagse coryfeeën, zou ik zeggen. Ja. Zijn we erg trots op, erg blij mee. En dan hangt er een tekstgedeelte van dit liedje. Dit liedje is door ons bedoeld als een positieve boodschap. De aanleiding was mijn ziekte. Ja. Maar de boodschap is een positieve van geniet van elke dag. End of story. Mooi. Mooi verwoord. Dankjewel, ik laat hem nog even staan zo, want er staat wel leuk. Ready? Ja. Jij bent. Dan maar deze. Ja, dat is mooi, want die was ook veel. Lekker, ik heb enorme honger, dat komt goed uit. Misschien kan je even laten zien wat je gepakt hebt. Nou ja, dit refereert aan de bijnaam die Jos Brink gaf aan mijn vorige vrouw, neem ik aan. In de serie tv-programma's van Johan en de Wedde Dat. Jos noemde haar, dat was nog voordat, in de tijd dat dat nog kon, dat soort bijnaam. Ik vind dat het tegenwoordig niet meer kan. Ja. Hij noemde haar Koekoekje. En dat was Sandra Remer, was mijn vorige vrouw. Ja. Ja. Sandra Remer, je bent met haar getrouwd geweest. Ik heb haar ook vaak geïnterviewd, moet ik zeggen. Ja, okay. Zij was Kroepoekje. Ja. Heel Nederland kent haar ook nog steeds als Kroepoekje. Zonder op dat huwelijk in te gaan verder voor jullie, maar wat was mooi aan Sandra? Ze leeft helaas niet meer. Nee, dat is tragisch dat zij op zo'n jonge leeftijd overleden is. Wat was mooi? Heel veel was mooi aan haar. Zo'n prachtige vrouw, zeer getalenteerd. Ik heb jarenlang in mijn eerste huwelijk, 20 jaar lang, ben ik onderdeel geweest van een Indische familie, Indisch-Nederlandse familie. Een feest was dat. Ja, niet alle huwelijken zijn bedoeld om te duren, maar we gingen uit elkaar als vrienden. Dat vind ik ook heel belangrijk. We waren ook haar producers. Ik ben een tijd lang haar manager geweest. Dus was heel erg, ik was heel erg betrokken bij alle facetten van haar leven, zeg maar. Ja, een fantastische vrouw. En intriest dat zij op die manier ook, moet ik zeggen, overleden is. Ja, ja. Ja. Nee, ik ken haar ook als een liefde. Ja, vrouw, uiteraard. Ja, ja. Ik heb trouwens een kroepoek voor jou allebei meegenomen. Deze is misschien wat meer toepasselijk voor jou, Bali-style. En deze voor jou. Nou, enorm bedankt. Rob, pak er nog eens even. Ja. Ja, ik had een beetje gespiekt, maar ik... Op sommige dingen kan ik niet heen. Vanwege het formaat alleen al. Je mag er ook mee schieten, hij doet het. Kom, niet met de ogen dicht. Ik vind het een geweldig exemplaar, punt 1. Punt 2, ik neem aan... Ja, dat is wel een thing, zeg maar. Ik zou voor de hand liggen dat ik zeg Armin nou. Maar niet voor de hand ligt dat ik zeg wat ik onlangs met mijn optreden gedaan. Dat was eigenlijk toen hebben we een Lifetime Achievement Award gekregen van een aantal popjournalisten. Waar we echt erg blij mee waren. Want we zijn in Nederland eigenlijk nooit echt erkend. Dat vonden wij een leuke erkenning. Kortom, ik zing een liedje daar, Ain't No Grave. Wat ik ook als een van mijn favoriete liedjes voor mijn dodensplaylist, voor mijn overlijdense funeral gedoe. Ain't No Grave, Gonna Hold My Body Down. En dat heb ik toen opgedragen aan alle vechtende Oekraïners. En daar doet me dit nu aan denken, helaas. Of misschien wel goed dat me dit daar aan doet denken. Omdat dat natuurlijk... Ja, ik kan alleen maar net zo uit als iedereen anders... dat het afschuwelijk is en dat het zo snel mogelijk moet ophouden. Het is een actueel thema. Ja. Mijn kinderen vroegen nog of je hem echt even wilde proberen, want hij maakt geluid en licht. Niet, maar die... niet aan mij! In de lucht! Oh, wacht, hij maakt geluid, kijk.
Ja, dat vind ik gaaf. Ja, dit is wel heel cool. Ja, dit geluidtaal kan ik wel gebruiken. Had ik kunnen gebruiken bij een echte opname. Okay. Like it. Voorzichtige overgang van de muziek naar het broederschap. Ja. Wat vind je leuk aan elkaar? Freddy, wat vind je leuk aan Rob? Exact hetzelfde wat ik eigenlijk karakter, persoonlijkheid. Nee, maar het zit voor de weven. Persoonlijkheid in, is ook zijn manier van werken, is ook zijn manier van muziek maken. Dat is dat onstuimige wat hij heeft. Dat onverwachte wat hij heeft. Hij is absoluut niet in een A4'tje samen te vatten door helemaal niemand. Ook mensen die hem al heel lang kennen, die verbaasden zich dan toch over ineens weer een wending, een weet ik veel wat, waardoor je denkt, hey, weet je kent Rob nog niet. Mm-hmm. En ik weet niet of Rob zichzelf helemaal kent. Maar dat onverwachte. Nee, dat is juist het leuke. Het verrassende, het verfrissende. Soms dat je echt gek wordt van hem, maar net zozeer gek van mij. Mm-hmm. En dat is wel echt Rob. Onstuimig. Ja, en exact datzelfde wat ik al vertelde over in die samenwerking of in Verdi's en aanpak van muziek. Dat is exact hetzelfde wat ik waardeer in hem. Nee, dat hij de boel op orde, dat hij de boel in de gaten houdt. Maar ook erger, stoor ik me aan, dat hij juist alles op orde heeft. En precies dezelfde punten. Hè? Dat is vaak de... Want ik woon samen met een vrouw die zo is als jij. En ik ben jou, zeg maar. Exact dingetjes, hè? Het aardigdoekje ligt altijd rechts van de kraan en niet links van de kraan. Het aardigdoekje is opgevouwen en niet opgefrommeld. Ja, ja. Dat ben ik. Ja, dat ben jij ook wel. Ja. Mijn vrouw is meer with the flow en zie wel. Dus ik herken dat wel. Ja. En dat is wel van beide kanten geven en nemen. Dus weten hoe je bent. Dat is het. En het ook accepteren van de ander. Dat is het. En het ook herkennen. En ik praat zoals hij dat nu uitlegt. Om jij daar expliciet naar vraagt. Zo heb ik dat nog niet eerder gehoord, zeg maar, deze uitleg, maar bevalt me wel. Nee, omdat hij ook wijst op het feit dat mensen mij dan, zeg maar, dat slaat kan overslaan, en dat doet het ook af en toe, dat mensen zeggen, maar een beetje gek, een beetje, omdat ze geen grip op me krijgen. Ja. Hè, omdat ik dan ineens inderdaad een bending naar links doe, of een dingetje naar dingetjes. Maar dat doe ik ook om mezelf scherp te houden, ja. Zeg maar, weet je wel. Ja. Dat ik mezelf verras, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dan denk ik, nee, nu denk ik ineens zo. En dat moet ik ook uiten. En ik ben ook verschrikkelijk eerlijk, zeg maar. En dat is een beetje, misschien, voor sommige mensen te eerlijk. Wat zou het mooiste compliment kunnen zijn dat je Verdi geeft? Ja, mooiste compliment. Maar dat weet je ook. Kijk, ik ben heel blij dat we ooit weer, dat we, hè, sinds dat gedoe met me, dat we elkaar heel lang niet spraken, dat we weer communiceren. En breng net een verhaal voor jullie wat, maar haal ook voor mij een colaatje of een spaatje. Dat is eigenlijk het mooiste. Dat is eigenlijk het mooiste. Dat is eigenlijk het mooiste moment. Zeg genoeg over de rest. Daar zit wel een waarheid in. Dus dat het feit dat hij dat doet en zegt, ja, wil je weer nog drinken of zo, dat betekent een soort van, natuurlijk zijn we nog steeds scherp als we straks voor een project iets moeten doen of dit, dan zijn we weer helemaal, dan gaat de hoorns weer lokken en we zijn weer in gevecht, ja. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Going into battle, en dan hebben we die uitzicht voor jou nodig. Ja. Dus, maar het feit dat er ook momenten zijn zoals dit en dat ik hem hoor praten en mij hoor analyseren, ik analyseer hem en dat volgens mij klopt dat ook. He, en juist dat is ook hetgeen wat ik waardeer in hem. Maar Rob, ik vroeg je aan... Wat je vroeg mij wat anders. Het grootste, nee, je legt het heel mooi uit. Maar ik vroeg je eigenlijk om het grootste compliment aan Verdi te geven. Maar doe eens in één zin. Probeer eens... Ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat ik van hem hou. Dat was eigenlijk mijn korte antwoord. Wow. Maar dat dacht ik van, ja, dat klinkt wel een beetje... Vind je dat moeilijk om dat te zeggen tegen iemand? Blijkbaar, want ik lul eerst een half uur van tevoren met een ander antwoord. Dus, ja. Ja, en kun je hem ook aan? Nou, maar ik vind het ook corny, een beetje corny. Maar het is niet corny, het is gewoon wat het zoals het is. Ja. En dat is ook hetgeen wat... Kijk, wat we bespraken, die oneenigheden en de verschillen en dit en dat. Tuurlijk, maar dat hoort allemaal bij de package. En dat maakt het ook... Het is, zeg maar, als het goed is, dan is het aantrekkelijk om dat gevecht samen aan te gaan. En dan klap je daarvan op. Ja, eigenlijk wat je zelf omschrijft, wat je thuis hebt.
Dat is hetzelfde. Ik krijg dezelfde dynamiek. Ja, af en toe word je helemaal knettergek, maar het werkt wel. Nou ja, ik hou heel erg veel van mijn vrouw. En dus vind ik het makkelijker om dat aanrechtdoekje aan de verkeerde kant van de kraan te zien. Lieve schat, ze is wel een fantastische moeder voor mijn kinderen. Waar sta ik over? Ja, je kunt niet 100% laten je zin gaan. Krijgen. Ja, dat. Als jij voor liever meer dan 50% je zin krijgt. Maar als je in ieder geval aan de goede kant zit. En als jij gelukkig bent in die samen, in die biosfeer waarin jullie leven, is toch super. Is toch super. Rob, je kijkt mij net aan en je zegt dat je van je broer houdt. Ja. Zeg je het ook wel eens terwijl je hem aankijkt? Nee, dat vind ik echt te ver gaan. Dan wordt het te soft. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat je het uitspreekt. Prachtig. Nee, nou, maar omdat jij vroeg om de essentie. Jij zegt, je vroeg zoiets waar ik dat antwoord op beschreven. Ja. Nee, mooi. Best wel een groot compliment. Eigenlijk is dat het, want dat haalt alles samen. Hè, dat ondanks alle dingen. Dat is waar het om draait, zeg maar. Dat is wat blijft, wat onaangetast is. Ondanks de strubbelingen die jullie hebben gehad, waar ik straks nog een vraag over graag wil stellen, is die liefde diep in jullie hart blijkbaar voor elkaar niet verdwenen. Nee, dat zeg ik. Voor mij uit, Ferdy, wat is het grootste compliment dat je Rob zou kunnen geven? Actie van houden van, hè, want dat ligt... Dat vind je een beetje corny. Ja, maar dat is al gezegd en dat ligt aan godslag aan ons broeder. Dat gevoel deel je? We zijn ons hele leven als tweeling door het leven gegaan, zowat. Don't lead the witness. De mindere jaren. Nee, maar ik denk het grootste compliment is ook, denk ik, een belangrijke waarheid. Is dat hij is echt uniek. Er is geen tweede Rob. Waar je ook zoekt... En dat is de hele package van hoe hij in elkaar zit. Alles positief, negatief, alles hoe hij in elkaar zit. Ik ken heel veel mensen die, met alle respect, niet helemaal, maar deels uitwisselbaar zijn. Waarvan je daar alweer lijkt wel een beetje algemeen. Hij niet. Er is er maar één. En dat is denk ik het grootste compliment wat ik hem kan maken. Want uniek zijn vind ik van de grootste waarde. Authenticiteit, uniek absoluut, zijn. Vind ik van de grootste waarde. Iedereen moet proberen, of zijn, maar in ieder geval proberen om uniek te zijn. Ja. We hebben net al een beetje gehad over de kracht en het succes van jullie samenwerking vroeger. Hè? Hebben enorm veel betekend voor de internationale muziekwereld. Iedereen heeft mee kunnen krijgen dat jullie op een gegeven moment, volgens mij was het rond het jaar 2000, allebei je eigen kant op zijn gegaan. Dat werd toen ook eerst gepresenteerd van, nou, we gaan nu allebei muzikaal gezien onze eigen kant op. Maar al gauw bleek in de media dat er, laten we het maar bij de naam noemen, dat er ruzie was tussen jullie. Ja. Dat heeft dik 20 jaar geduurd. Misschien mag ik deze aan Ferdy voorleggen. Wat is de... Nee, ik heb nog een vraag aan jou ook, Rob. Maar wat is de directe aanleiding geweest, Ferdy, om het nu te zeggen van we hebben nu geen ruzie meer? Nee, de aanleiding is ook eigenlijk breed uitgemeten in de media. Ja. Dat is dat Rob op een gegeven moment, hoor ik dat hij uitbehandeld was voor kanker, dat hij terminaal is. En dat kreeg ik te horen ruwweg anderhalf jaar geleden, eind 2020, zeg maar. En dat was een kernbom-explosie in mijn hoofd natuurlijk, zo'n bericht. En dat bericht maakte, op binnen één seconde, binnen een fractie van een seconde, maakte een einde aan al die... gevoelens van wraak en haat en weet ik veel. Wat komt er allemaal kijken bij een ruzie? Dat weet iedereen. Ja. Iedereen weet wat ruzie is en ook weer iedereen weet wat familieruzies kunnen zijn qua heftigheid. En dit was er zo één, maar dat hield geen stand ten aanzien van de zwaarte van dat bericht. En toen kwam eigenlijk vrij snel de hereniging tot stand via wat andere mensen, moet ik zeggen. Je had zijn nummer niet meer? Hè, sorry? Je had zijn nummer misschien niet meer? Ik heb zijn nummer altijd gehad. Okay. Ik heb zijn nummer altijd gehad en gehouden. Maar twee mensen zijn intermediair daarin geweest. Okay. Evert Zattegoeds, die natuurlijk de reputatie heeft van journalist, maar is ook een vriend van mij al heel lang. En die belde mij. Ja. En Koos van Dijk, de oud-manager van Herman Brood, die we heel goed kenden, die altijd tussen ons ook een rol gespeeld heeft. En die had even contact namens mij, zeg maar. Ja, okay. Dus dat waren twee mannen die dat eigenlijk in elkaar gezet hebben. Okay. En ook ervoor gezorgd hebben dat we in Hard Rock Hotel in Amsterdam, ook wel een mooie locatie. Tijdens die hele corona. Er was helemaal niemand het hotel werd opengesteld voor ons om dat te kunnen doen. En zo kwam dat. En binnen no time. En ik moet zeggen, de allereerste keer dat ik hem weer zag. En al die keren daarna, want we hebben daarna heel veel met elkaar, veel publiciteit gedaan, tv, radio, heel veel samen geweest. We hebben een single opgenomen. En elke keer verbaasde het mij weer.
en daar ben ik inmiddels aan gewend, dat het vrij snel alweer helemaal als vanouds was. Dat al dat getrut en gedoe gewoon wegvalt. En ja, weet je, in de studio, wat we ook deden, we zaten gewoon weer precies in diezelfde rolverdeling zoals we hier zitten. Ja. En dat is heel apart. Ja, zoals het nu is, eigenlijk als ik het mag aanvullen, zoals het nu is, is het zo dat, ja, we doen altijd onze eigen dingen. En die periodes van samenkomst, dat is incidenteel. Maar als het zo is, nou ja, dat colaatje halen voor me, of dat spaatje, dat was illustratief voor, denk ik, oké, relax, weet je wel, prima, ja. Het is cool, weet je wel, en dat is, en ook de manier waarop we over elkaar hier praten, vind ik ook, heeft een aangename klank, zeg maar, vind ik. En dat is toch bijzonder. En dat is, kijk, dit, die analytische kant, hè, van de analyseren, dat doe je goed. Je stelt wel hele duidelijke vragen, waardoor we ook hele duidelijke antwoorden moeten. Dan moeten we even gaan zoeken van, mm-hmm. Wat is nou goed aan hem en wat waardeer je? Dat vind ik wel goed, maar we moeten even gaan graven. En dan komen we tot deze uitspraken. Ja. En dat heb je goed gedaan. Dat is voor mij ook nieuw, zeg maar. Ja, het is een heldere manier om het zo te horen. Ja, een heldere manier van vraagstelling. Ja. Nou, dank daarvoor. Ja. Maar ik ga er gewoon mee door. Ik dacht dat ook. Ja. Want iets wat ik... Want jij gaf net terecht aan, Ferdy. Dat is al breed uitgemeten in de pers hoe het goed is gekomen. Natuurlijk heb ik dat ook gelezen. Ik had er ook al in Weekblad Party over geschreven. Ik heb jullie allebei daarover gebeld. Maar er zijn nog wel een aantal vragen die ik nog niet heb gelezen en heb gehoord. En waar jullie misschien nu wel iets meer over willen vertellen aan mij. Want ik heb jullie beiden wel eens gevraagd, wat is destijds de aanleiding geweest voor die ruzie? Is er één moment geweest, was er strijd over één liedje? Van nee, dat heb ik geschreven, ik heb het gemaakt, ik heb het geproduceerd. Was het een opeenstapeling van ergernis en irritaties dat op een gegeven moment de emmer vol was? Dus ja, is het aanwijsbaar? Het is het laatste, een opeenstapeling. Ja. We hadden een groot tv-interview met Ivonieën en die ging daar best wel heftig op door. Zo zeer zelfs dat allerlei bekende vrienden van mij die weken daarna zeiden van ik vond het hartstikke leuk bij het tv-show, wat ging die Ivo, wat zeurde die door over het zoeken naar de... Nee. Hij ging eigenlijk nog langer door dan op tv zichtbaar was en ik heb nog iets anders wel wat te zeggen over... Ja. Over die uitzending. Maar ja, het was een opeenstapeling van allerlei dingen. Kun je eens wat noemen? Nee, het zijn irritaties die... Kijk, we hebben natuurlijk in al die jaren dat we dit doen, sinds onze jeugd. Hè, normale carrières beginnen als je 20, 21 bent. Onze carrière begon toen we 13 en 14 waren met liedjes schrijven. Zo lang deden we dit al. En hebben we gevochten om onze droom wereldwijd... onze muziek te horen en bekend te maken. Dat was onze kinderdroom. Hebben we keihard voor gevochten. En dat waren die dagen van 9 to 5. Dat waren dagen van 4, 5 uur slapen. En dan gingen we weer de studio in. En heel lang werkte het niet. En toen het wel werkte, toen gingen we nog veel harder werken. Want we wilden dat uitbouwen. We wilden het prolongeren. Dus op een gegeven moment... In dat verhaal wat je al aanstipt en wat wij uitlegden... dat we zo verschillend zijn... dat we zo totaal verschillend zijn, dat kan in al die jaren dat je aan het bouwen bent en aan het groeien bent en aan het zoeken bent naar het succes, is dat een meerwaarde. Maar op het moment dat je dat succes bereikt hebt en op een gegeven moment zo moe bent van al dat klimmen van die berg... En van elkaar. Ja, dan gaat dat tegen je werken. Dan ga je dat merken. Dan ga je elk meningsverschil bij jou thuis, dat ene doekje wat niet recht ligt, ja. dat wordt een groot ding. Ja, ja. Wat ik ook wilde vragen, Ferdy, ik zie jou een paar keer dingen vertellen en dat Rob in als een enthousiasme daar ook iets over wil vertellen. Hij onderbreekt jou een paar keer. Ik zie jou kijken. Vind je dat vervelend? Nee, het valt me niet eens meer op, omdat dat het zo ingrained in ons wezen. Ja. Het is altijd een soort snippersnap revue bij ons geweest. Die vliegen worden nog steeds afgevangen, merk ik. Ja, nee, absoluut. Maar ik merk het niet eens meer. Het is een heel natuurlijke manier van doen voor mij. Okay. Ja, nou, ik ben niet helemaal met je eens met het vliegen afvangen in dit geval. Okay. Want vroeger was het eigenlijk zo dat als we een interview hadden, dan begon Ferdy met een zin, of ik begon met een zin, en de ander die nam dat over, gewoon in de zin zelf. Ja. En dan ging de ander weer door. Dat doe je nu ook. Maar toen was dat mechanisme, dat werkte toen veel soepeler nog. Ja. En het is geen kwestie van afvangen, maar het is, zoals ik het beleef, is aanvullen of... Hè, maar het kan best zijn op jou overkomen van, dan komt die gozer weer. Nee. Jij stelt duidelijk een vraag aan Ferdy. Mm-hmm. En dan wil je ook van Ferdy een antwoord hebben. Maar hij was al zo lang antwoord, ik dacht van nou, ik kan cool wat zeggen. Nee, maar ik vind het heel fijn als jullie natuurlijk... Kan je elkaar aanvullen? Ik kan me voorstellen dat je dat gewend bent. Ik kan me ook voorstellen dat er 20 jaar
niks gebeurd is tussen jullie tweeën. Mm-hmm. En dat je nog niet heel veel interviews samen hebt gegeven. Ja. En dat er ook zomaar nou, dat er kleine irritaties kunnen zijn. En dat wil ik niet. Want de studio uit. Ik heb heel veel interviews gedaan. Oh ja. Afgelopen andere soort. Niet zo niet echt. Ja, nee, maar niet in deze setting. Maar ik merk dat helemaal niet, moet ik zeggen. Ik vind het heel natuurlijk. Prima, fijn. Ik heb ook wel eens ruzie, niet heel vaak, maar soms. Dan denk ik van, even een break, even een maandje niet. Of een halfjaartje niet. Dat komt wel eens voor. Mm-hmm. Ik kan me de laatste niet herinneren, maar dat komt wel eens voor. Maar op een gegeven moment denk je toch van, pak weer de telefoon. En joh, had dat allemaal zo gemoeten? Laten we elkaar een keer bellen. Nooit gehad in die 20 jaar? Nee, zeg maar de echt serieus valide aanleiding ontbrak in mijn perceptie altijd. Want het kabbelde maar door, het leven kabbelde maar door. Je hebt andere dingen aan je hoofd, ze gaat allemaal je eigen kant op. Ja, haar zijn eigen bestaan, ik mijn eigen bestaan en gezin. Eigen werk had ik, eigen projecten, Rob had zijn eigen werk, zijn eigen projecten. Dus er was helemaal geen noodzaak om daar die handreiking te doen. Tot dat cruciale moment wat ik al noemde. Ja, dan verandert alles. Ja. En het is jammer dat dat voor nodig is, toegegeven. Ja, ja. Dat er zo zwaarwegend iets voor nodig is. Ja. Maar goed dat het op een raar soort manier goed dat het toch iets gebeurd is. Ja. Het is wel ergens goed voor geweest. Ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, dan was het leven zo doorgaan als het was. En dan hadden we ook geleefd en dingen gedaan. En, hè, het was er niet absoluut voor nodig om ons gelukkiger. Nou ja, we hebben natuurlijk wel het een en ander. Het heeft iets anders toegevoegd weer. Ja. Hè, die hereniging, die vriendschap weer. Vriendschap op een bepaald niveau. Mm-hmm. En uiteraard de link van broers. Dat je dat weer beleeft. Ja. Maar je moet ook reëel zijn en realistisch zijn. En zonder die kanker van mij. En zonder die aanleiding. Dan was het gewoon zo door blijven gaan. En dan hadden we waarschijnlijk ook een prima leven gehad. Ja, of het leven wat iedereen leidt. Want dan was je ook al 2 decennia aan gewend. Weet je, dus Nee. Specifiek voor Rob nog een aantal vragen. En ook voor Ferdy eigenlijk een aantal vragen. Ja Rob, we kunnen er niet omheen. Je noemt het zelf al een paar keer. Je bent ziek. En je zegt dat je niet meer beter wordt. Ja. Hoe gaat het nu met je? Hoe voel je? Moe vooral. Vooral moe en veel pijn. Veel, echt. Die hele toestand heeft plaatsgevonden. Om even aan te geven. Anders, want er zijn zoveel vormen van kanker. Maar dit heeft. Het begon aan deze kant. Met mijn bovenlip. Toen ben ik aan deze kant geopereerd. Toen hebben ze mijn onderlip eraf gehaald. Kortom, dat was één kant. Ingegrepen. Toen bleek. Een half jaar, 3 kwartier later. Dat het niet weg was en dat is hier. Dat is die tumor. Dan had ik een tumor die had zich aangehecht aan mijn kaaklijn. En die was uitgezaaid naar boven. Naar mijn hersenen. En ze konden daar niet opereren omdat het aan die kaaklijn vast zat. Dus daar heb ik bestralingen voor gekregen en chemo's. En toen was dat klaar en dan moest ik een paar maanden wachten. En toen zeiden ze aan het einde van, nou, het is alles of niets. We hebben een alles of niets poging gedaan, dat was het. Ja. Alles of niets. En dat is een duidelijke taal. Begrijpt iedereen. Ja. En uiteindelijk was het niet voldoende. Dus niets, zeg maar. En dus we laten het los en we kunnen niks meer doen. Nou, dat is het simpele verhaal. En dat ben ik eigenlijk vrij snel heb ik me daarmee verzoend, zeg maar, met die situatie. En ik heb dat de hele dag door. Ik zei net nog van, pas op, want ik heb dat je niet schiet als ik bloed om mijn mond krijg of zo. Dat, ik ben geen vampier. En dat, het kan gebeuren dat je tijdens het praten dat het gaat bloeden en dat ik dan hier, dat wordt een soort variant op de Joker, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dan krijg ik hier helemaal markering van bloed. Mm-hmm. En dat gebeurt als ik aan de telefoon zit of lange gesprekken heb of whatever. Nu tot nu toe is heel aangenaam, want ik voel het dan niet. En dat is een beetje raar. Dat is een beetje het verraderlijke. En vind ik ook een beetje. Het ziet er niet fris uit, zou ik maar zeggen. Weet je wel. Dus kortom, dat. Hoe voel je? Ben je fit? Nee, ik ben helemaal niet fit. Wat kun je op een dag? Ik voel me verschrikkelijk, eerlijk gezegd. Maar ik lul er gewoon overheen. Zeg maar, niet nu, maar gewoon voor mezelf. Van door. En
er is niks aan de hand. Ja. Want anders, je kan niet, op een gegeven moment ben je gewend aan die bobbel in want die tumor zit er nog steeds. Mm-hmm. En dan heb ik het gevoel dat het groeit en dan ze gaan niet meer scannen, ze doen niks meer. Dat vind ik op zich wel jammer, zeg maar. Want ik denk, ja, je weet nooit, weet je wel. Maar mensen zeggen ook van, ga naar Chicago of ga naar, ik weet iets in Duitsland. Voor een second opinion of zo. Ja, dat, weet je wel. Maar dat heb ik gelijk weggestreept, die mogelijkheid. Ik wil zoveel mogelijk doen nog. En dat bevalt me heel goed, zeg maar. Dat merkte ik ook aan de telefoon toen we elkaar spraken voor een ander interview, voor Party was dat. Je bruist van de energie, maar ook van de positiviteit. Je gaat niet bij de pakken neerzitten, wat ik ervan meekrijg, hè? Ja. Maar je hebt zin om dingen aan te pakken, ja. Zin om dingen te doen. Ja. Geeft jouw lichaam hier ook de kans voor of ben je snel moe? Hey, dat is het punt, ja. Het werkt tegen. Het lichaam werkt tegen. Dat is een blok aan mijn been, zo maar zeggen. Maar het hele lichaam, dat het niet functioneert. Maar het heeft allemaal zit het in die moeheid is natuurlijk gewoon. Ik kan nu gaan liggen en dan slaap ik gewoon 7 uur. Okay. Weet je wel, zo moe ben ik. Ja. Maar ja, daar heb ik geen tijd voor, want ik moet dingen doen. Wat is de verwachting erop? Ja, niks, zeg maar. Dus ik heb geen. Ik had gedacht dat ik de vorige zomer al niet zou halen. Dus dat was mijn. Daar had ik me op voorbereid eigenlijk. Je moet wel een paar dingen hebben waar je. Ja. Kijk, als ik deze zomer nog meemaak, dat zou ik te gek vinden. Maar aan de andere kant. Stel dat dat wel gebeurt en dat je na de zomer die laatste adem uitblaast, dat zou zomaar kunnen. Ja. Wie laat je achter met heel veel verdriet? Je hebt een zoon en een dochter. Ja, een vrouw. Je bent heel lang getrouwd. Hoe lang ben je al getrouwd? Ja, dat krijg ik met de mist in. Ja, dit wordt murder thuis. Weet je het jaar dan nog? Probeer te helpen. Ja. 87? 87, ja, het was niet, we hebben niet lang gewacht. 85 ontmoet op de medium. Ja. 35 jaar, ruwweg. Ja. Ja, al heel lang samen. Lang samen, trouwdag. Vandaag? Morgen trouwdag. Kijk. Ja, vandaag had je hier niet kunnen zitten dan. Dus je bosje bloemen meenemen. Denk aan bosje bloemen halen morgen. Ja. Reminder. Dat is wel simpel. Ferry, doe je er nog eentje? Eentje. Kijk. Wow. Ja. Wolfgang Amadeus Mozart. Wien. We gaan binnenkort naar Wenen 2 weken voor de nieuwe musical over zijn leven. Ja. Die wij gaan maken samen met een groot team van internationale top creatives. En dat was natuurlijk onze grootste wereldwijde hit met deze man. Als onderwerp, ja. Als onderwerp, ja. Rock Me Amadeus. Hij kwam heel toevallig net ook nog voorbij in de auto op de heenweg. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Ja, echt stom toeval. Ja. Maar dit nummer heeft heel veel voor jullie betekend, hè? Ja, nee, absoluut. En überhaupt de hele associatie met Amadeus is toch wel heel goed geweest. Ja. En het is ook wel gaaf, want de eerste, want de reactie van Falco, die het op heeft op voor wie we het gemaakt hebben, die toen hij het hoorde, toen zei hij, ik ga het nummer nooit opnemen van mijn leven, want jullie gaan niet over windmolens en over holtschoenen zingen, hè, over klompen, en ik zing niet over Mozart. Want het hele Wenen ligt, dat is bezaaid met Mozartkugeln. Ja. Weet je wel, van die bonbons, die hele lekkere bonbons met die afbeelding van die man erop. Ja. Een van de best verkopende. Uiteindelijk is er een Mozartkugel gekomen met Falco als afbeelding erop. Oh, kijk. Een van de best verkopende items in Wenen. Oh, ja, een van de best verkopende. Mozartkugel. Ja. Dus dat vind ik wel leuk. En is ook inmiddels een Falco restaurant en kortom. Hij wordt een cultheld geworden in Amsterdam. Nee, ik was het. Oh, sorry. Rob is nu. Ja, ik dacht dat we zouden gestopt waren. Okay. Nee, we gaan nog door. We hebben nog meer voorwerpen. Ja. Bij de goden. Ik bedoel, die hakpijl, dat Het reageert maar niet wel. Of ik overweeg hem zelf moet plegen. Nee, absoluut niet. Nee. Jullie maken het weer dan, zeg. Ja. Of zwaar beladen. Maar het is een strijdbijl, hè? Oh, strijdbijl is het. Een strijdbijl. Oké. Okay. Maar die hadden we eigenlijk al gehad met die ja, dus dat ga ik wel anders doen. Hier ga ik de bomen mee kappen voor mijn kist. End of story. Ik had er nog een vraag over. Oké, sorry. Die bokshandschoen was echt de vraag van, zijn jullie elkaar fysiek te lijf gegaan? De strijdbijl begraven staat symbool voor dat jullie
weer met elkaar on speaking terms zijn. Maar ik heb ergens gelezen dat jullie hebben gezegd, dit is niet een begin van iets nieuws, iets moois, maar meer eerder een afronding. Dat vond ik wel poëtisch ook. Kun je dat eens uitleggen? Hoe bedoel je dat precies? Ik ervaar dat inderdaad zo. Ik vind het een prima afronding van het Bolland en Bolland fenomeen, zou ik zeggen. Ja. En we zijn ook personen zonder buiten Bolland en Bolland. En nu is er Ferdy Bolland en er is Rob Bolland. Dat is al heel lang natuurlijk. En, begrijp ik. Maar nu, dat met die afronding is dat, en die schrijfbel is inderdaad begraven. Mooi. Dus ik... Top, pak het voorzichtig van je over. En het is wel gaaf om zo'n bijl in je hand te hebben. Ja, gaaf hè? Of niet? Ik heb een andere gedachte. Ja. Heb er nog een gedachte af, hè? Die zak hebben we dan wel gehad, denk ik. Weer een informatie. Wow, Mandela, Zuid-Afrika. Oké, natuurlijk een groot man. Ik moet zeggen, in onze tijd, toen wij in Zuid-Afrika woonden, waren onze vriendjes, want dat is Zuid-Afrika, het is een melting pot van allerlei culturen en multiraciaal per definitie. Wij speelden met allerlei kindjes. Wat prangend was en heel confronterend voor ons als kinderen, opgroeiend daar, was die extreme enge rassenscheiding en apartheid die overal in elk segment van de samenleving letterlijk en visueel zichtbaar. De vraag komt natuurlijk voort uit het feit dat jullie geboren zijn. Ja. We zijn daar geboren, en we hebben daar een tijd lang gewoond. We zijn ook, op heel veel verschillende scholen geweest. Daar. Maar wat ook nog zo is dat bijvoorbeeld, wij hadden helemaal niet bij ons, wij hadden helemaal niet in de gaten eigenlijk dat er apartheid was. Want ons kindermeisje, want mijn moeder had chronische reuma en die zorgde voor ons. Mijn vader was niet in beeld. Mijn moeder had hele vergroeide handen daardoor. Dus ons kindermeisje, die ons altijd in bad deed en voor ons zorgde, eigenlijk een soort tweede moeder, dat was een donker meisje. Ja. En dat was gewoon een onderdeel van, zij was gewoon onderdeel van de familie. Dus hadden we ook helemaal niet dat besef. Hè? En natuurlijk gingen we naar een school waar alleen witte kinderen waren. Maar dat zie je niet als je in die community leeft. En we hadden ook niet het idee dat ons kindermeisje, Cecilia, dat hij daar afweek, dat hij er anders was dan ons. Nee. Jullie voelden dus die apartheid niet. Als je dat niet. En dan kan je zeggen, dan ben je blind als kind. Maar nee, je bent met kind als kind ben je met andere dingen bezig. Ja. Ja, cricket, weet ik veel wat, whatever. Logisch. Ik heb er nog twee. Allebei nog eentje. Ah, ja, dat wil ik wel hebben. Ja. Ik zie hopjes. Ik ben sinds drie kwart jaar weer terug in Den Haag. En waar we ooit... Haagse hopjes zijn het. Excuses. Rademakers hopjes. Excuses, ik moet even tonen. Nee, ik help even. Dank je. En dat vind ik heel erg leuk, omdat dat is mijn hart ligt daar in die stad, merk ik ook. Ik ben helemaal opgeleefd daar in die community ook, zeg maar, in die muzikale community, een beetje opgenomen en dat waardeer ik. De stad is ook belangrijk voor jullie jeugd geweest, allebei. Absoluut. We kwamen bij Zuid-Afrika in Den Haag terecht en hebben daar een fantastisch middelbare schooltijd gehad met heel veel vrienden die we nu nog steeds zien. Ja. Dat is heel bepalend geweest. Ja. Ik heb er ook eentje voor jou meegenomen natuurlijk, Fanny. Ah, jullie gaan het niet met lege handen naar huis. Dat mogen we allemaal houden. Ja, dat mag de rest niet. Fanny, de laatste. Ja, ik pak hem zelf voor. Ja, ja. Wat, ik heb hier de meeste lol om gehad, hoor. Dit is Wammer. Deze associatie missie. Is het een pruik? Wat is het? Ik weet het. Kijk. Even denken, hoor. Ik snap dat je hem niet meteen... Die dient enige toelichting te krijgen. Maar ik vond een foto van jullie. En dit is toch een paar haar geleden, als ik het zo zie. Dat is haar bedoeld. Zo'n mooie bos krullen. Ik dacht aan zwanger of haar. Jullie schelen maar een jaar. Ja. Maar jullie schelen wel heel veel haar. Ja. Hoe lang ben je elkaar? Ja, ik ben net zo kaal als jij. Hoe lang ben je elkaar, Freddy? Ik zat nooit zo chronologisch over nagedacht. Eerst ging je Francis Rossi mode, weet je wel. Ik had eerst een paardenstaart, jarenlang. Ja. En toen daarna heb ik het afgeschoren, omdat ik merkte dat ik kaal werd. En ik denk dat ik 35 was in die sfeer. En hoe kan het dan dat Rob nog steeds van dat fantastische, lange, mooie haar heeft? Dat is genetisch, loopt het in lijnen vanuit ook zelfs grootouders, genetisch.
En als je net aan de broer van mijn moeder bijvoorbeeld, was ook kaal. Omheen. Ja, en onze vader. Had juist veel haar. Dan. Nou ja, maar die was ook kaal aan het worden al. Ja, maar dus hij zit aan die kant van de familie waar ja. haar was. Zet ja. hem eens op? Nee, dank je. Nee, dat gaat weer. Ja. Ik wil hem best opzetten, maar dat heeft mij geen effect. Ja, ja, staat je goed, moet je zeggen. Vonden jullie het voorwerpenspel leuk? Ik vond het erg goed, erg goed. Hoogtepunt. Ja, ja, ja. Dit zijn nadelen van een ander onderdeel. Maar dit staat fantastisch. Ja. Deze look moet je hebben. Dank je wel. Okay, maar erg bedankt. Heb je gesprekken met je kinderen en met je vrouw al gehad over je sterfelijkheid? Neem ik aan van wel, maar wat bespreek je dan? Het enige, zij zijn in dezelfde mindset. Ik heb ze niet gezegd van, wat denken jullie als ik er niet over praat of als ik er wel over... Nee, zij, we hebben natuurlijk wel dingen... moeten bespreken die gebeuren als ik omval. Als ik gewoon van de een op de andere dag er niet meer ben. Dat gewoon noodzakelijke dingen. Toen dat besproken was, geen woord. Zijn er al veel tranen gevloeid dan in je gezin? Hebben jullie met z'n allen zitten huilen? Nou, ik moet wel zeggen, ik ga daar een beetje aan voorbij. En dat is niet terecht. Omdat dat was een hele moeilijke periode. Dat was toen na die hele bestralings... of tijdens die bestralings- en die chemo-toestand... toen kwam ik in een... toen kwam ik thuis vanuit het ziekenhuis een week tot... na mijn eerste twee chemo's en een aantal bestralingen. Toen had ik deze kant al gehad, hè, die operatie. Dat ben ik redelijk goed doorgekomen. Dat was helemaal... Kijk, je moet je voorstellen, het is een soort Frankenstein mooi. Een beetje hier helemaal gestitcht, dit is open, hier. En ze doen het allemaal een beetje met lijkt het, de draadjes niet helemaal goed afgeknipt. Goed. Dus dat ziet er niet prettig uit. Maar dat hadden we gehad. En toen kwam dit. En dat was een hele andere orde met die bestraling. En met die medicijnen voornamelijk. En toen ben ik ook... En dat was tijdens kerst, weet ik nog. En dat maakte het extra, extra zwaar. Toen ben ik, eigenlijk twee dagen, zat ik in een psychose. Dus dat door die medicijnen en door de werking van die medicijnen... zijn ze echt bang voor me geweest. Bang voor mij, voor mijzelf, zeg maar. Dat ik mezelf iets zou aandoen, zeg maar. Ik wist helemaal niet meer wat ik... Ik weet nog dat ik... Het begon in het ziekenhuis al. Dat ik s'nachts om 3:30... Ik lag toen op een zaaltje met twee andere mensen. En toen zeiden ze, ja, daar hebben we later nog om gelachen. Toen zagen we op een gegeven moment zo'n ding met een infuus... en iemand met een rugzak zo... de kamer uitlopen en die wilde naar huis. En dat was ik. Dus toen was ik s'nachts, dacht ik van, ik ga nu naar huis. Dus dat begon daar in het ziekenhuis en dat zette zich voort thuis. En dat heeft 2 dagen geduurd. En ik, afgezien van dat ik continu in die donkere kamer lag, maar als ik er dan uitkwam en ik kon helemaal niks, dat was helemaal kapot gebrand door die bestraling. Ja. En dan die chemo's erbij, dat was het. En toen zijn ze echt bang. En toen hebben ze achteraf gezegd, ja, we dachten even van, we gaan de politie bellen, want dit kan gevaarlijk worden. Ze maakten zich zorgen om... Voor zichzelf ook. Ja. Want ik werd zo agressief. Ik ging schelden, ik ging dit en dat. Het is niet tot slaan gekomen, gelukkig. Ja. Maar ik werd verbaal zo agressief. Ja. Dat ze me niet meer herkenden. En ook me niet meer konden temmen, zeg maar. Ja. En dan hebben we nog die hele herstelperiode waar zij moeten dat ik en we gaan één trap af. Nu weer 1 trap op. En dat is een maand lang. En dan gaan we 2 trappen. Want dat hele herstel, dat doe je niet in je eentje. Dat doe je gewoon met behulp van mijn vrouw en met name van mijn vrouw, mijn zoon en mijn dochter. Die af en toe, die kon niet altijd langskomen, die was in een andere stad. En, ja. Maar met name dan die twee, daar rusten de meeste... En dat was echt super zwaar voor ze. Ja. Voor mij ook, ik moest me herstellen. Maar ja, het draaide om mij en ik was heel erg dankbaar dat ik... En als ik dan één rondje rond het appartementengebouw kon lopen... Ja, dan was ik een hele pief, zeg maar, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat heeft maanden geduurd. Ik bedoel, daar ga ik even aan voorbij. En als ik zeg van, nou, ik accepteer het gelijk. En ik had gelijk een lach op mijn gezicht. Nou, die lach is... Ik kan nu zelf nog niet lachen, omdat gewoon de hele boel is verknipt. Ik was benieuwd hoe ik je zou treffen. Ja. Hoe neerslachtig of opgewekt je zou zijn. Hoe jij eruit zou zien.
Het valt mij 100.000% mee hoe fit je bent, hoe fris je praat, hoe positief je in het leven staat, hoe lekker je erbij zit, hoe goed je eruit ziet, ondanks dat je het zelf vindt dat je hinder onder vindt in je gezicht. Ja. Grote complimenten voor hoe je in het leven staat ook vooral. Maar. Vroeg of laat. Nee, geen maar. Overgang naar de volgende vraag. Vroeg of laat zal het toch tot een uitvaart komen. Je werkt daar naartoe. Dus dat gebeurt. Maar dat zit wel constant in mijn hoofd, moet ik zeggen. Ja, dat ben je daarmee bezig? Ben je er bang voor? Nee, helemaal niet. Want ik heb besloten dat als ik daar bang voor zou zijn, dan kan ik het wel bang voor zijn. Maar wat levert het? Oké, wat levert het me extra op? Nee, ik ben met mijn planning bezig. Weet je wel, ik zit die playlists aan te passen. Voor de uitvaart? Ja. Oh echt? Ja. Dat was wel een van mijn vragen. Maar, wat voor muziek? Wat er gedraaid? Ja, nee, maar muzikant. Maar daar ben ik heel lang. Daar ben ik al mijn hele leven mee bezig. Oh. Dat weet hij ook. Ja. En mogen we er één of twee weten? Ja, natuurlijk. Je mag alles weten. Een hele plek. Heb je even. Ja, maar dat zei ik ook. Er worden wel een hoop rondjes rond het kerkhof. Want ik heb zo fucking lang een playlist. Nou, ik zou je zeggen, de uitvaart van Alfred Lagarde. Dat was een DJ, was dat vroeger. Alfred Lagarde, die was bij Veronica. De oudere lezers die weten dat zeker. En die hadden een uitvaart en dat vond ik geweldig. Het was een echte rock'n'roll uitvaart. Die ligt op Ockenburg en ik zit te overwegen of ik op Ockenburg begraven wil worden. Naast Alfred, als er een plekje is. Omdat ik zo'n waardering voor hem had. Of bij mijn ouders op Oud-Eik en Duinen, waar Verdi regelmatig naartoe gaat. Hmm. Ik ben niet zo van het grafbezoek, zeg maar zo. Muziek! Noem maar muziek. Een paar. Nou, The Coming to Take Me Away staat altijd al op één. Van Napoleon XIV. Zoek hem op, hij is te dingen. Waarom die? Waarom noem je die als eerste? Nou, omdat het zo is, zo in mijn beleving. The Coming to Take Me Away. Ja, en dan gaat het gaat even over iemand die in een gekhuis terechtkomt, maar dat is niet mijn invulling daarvan. Weet je wel, dat. Freddy, wat zou een tweede zijn? Weet jij, hoe goed ken je Rob? Wat weet je ervan? Kan je één noemen? Nee. Gokje. Nee, van Napoleon de dingen voorzien, wist ik wel. Want die heeft al jarenlang staat hij op die lijst. Ja. En dat is een weirde track. Je moet hem maar eens beluisteren. Maar die past ook goed bij hem, moet ik zeggen. Maar doe eens gok. Wat zou hij nog meer op zijn uitvaart willen horen? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Want hij anders dan onze carrière. Wij zijn redelijk mainstream en commercieel en al die dingen. Maar zijn heeft best wel eclectische smaak in die zin dat hij best wel left field dingen heel gaaf vindt, waar jij en ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord hebben, snap je? Dat is zijn ook een deel van zijn muzikale smaak zit in die hoek. Dus hij komt waarschijnlijk met tracks die hij moet gaan uitleggen aan je. Nou, het zal heel erg afwisselend worden, want ik heb ook iets stichtelijks. Bijvoorbeeld een nummer, dat heb ik gezongen op de... Ja, Ain't No Grave, dat komt er zeker op. Van wie is dat? De versie die ik ga doen, dat wordt mijn eigen versie. Oké. Okay. Dus dan hoor je mezelf zingen, Ain't No Grave, Gonna Hold My Body Down. I'm gonna rise up out of the ground. Dat is lijkt me pittig voor de aanwezigen om jou te horen, maar wel mooi. Ja, nou, ik heb wel meer dingen. Ik heb wel meer dingen die ik zou willen laten horen. Die ik ook, misschien één of twee dingetjes nog van mezelf. Dat ze inderdaad mijn stem horen, want dat is toch... Die stem ben ik en ze komen dan toch voor mij, weet je wel. Er zitten mensen daar, ik zie ze gewoon, ziet gewoon voor me. Ja. En dan uiteraard een glas champagne na de afloop dat iedereen een beetje... Geen koffie in cake. Koffie, nee. Alleen als je het echt omzeurt, ja, precies. Rob, we hebben het over iets waarvan ik hoop dat het nog lang niet aan de orde is. Thank you. Dank voor je positiviteit en voor je opgewektheid en voor je openhartigheid over dit onderwerp specifiek. Okay. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Oh, you're in the army now. You're in the army now. Oh, you're in the army now. Ooh.
Yeah. Ik heb nog een paar losse vraagjes aan Ferdy, want ik wil van Ferdy ook graag alles weten. Ik zie jou de laatste tijd best wel vaak opduiken als muziekspecialist in televisieprogramma's, radioprogramma's, interviews. Is dat een nieuwe functie? Waarom vraag je af? Nou, is dat een nieuwe... Hoe ken je wat weet jij van muziek dan? Daar heb ik een pak misvragen voor je. Is dat een soort functie wat erbij is gekomen? Dat ze je hebben ontdekt als vriend? Deze man is een wandelende encyclopedie, die weet alles. Ik heb geen idee. Ik werd op een gegeven moment gevraagd, eerst in een programmaatje, dat was ik vast een jaar geleden... elke keer een soort koffieprogramma zocht op tv, dan was ik de wijsneus die iets ging zeggen over muziek. En dat groeide, zeg maar. En dan bellen ze je. En dan, kijk, het zijn vaak thema's waar je iets mee hebt wel. Want muziek, weet je wel, is interessant. Je kan erover praten en ik lees me dan goed in voordat ik ga. En ik vind het gewoon leuk. Ja, te doen. Ja, mooi. Je doet het ook goed. De keer dat ik je zie, volgens mij Johnny de Mol heb je ook een keer gezien om 19:30. Ja. Ik echt dacht van, dit ziet er goed uit. Het klinkt goed, je denkt goed over na, je weet veel. Ja, het mooi, als je toch gaat zitten, moet je iets van weten. Weet ja. Ja, ja, je hebt ook de rust en de kalmte om het goed onder woorden te brengen. En nu ook, het is prettig, fijn. Maar ik ben helemaal niet in de positie om jou complimenten te geven, want je draait al veel langer mee in het wereldje. Nee, zeker niet. Muziek maken voor commercials en tunes voor programma's, doe je dat nog? Heb ik heel lang gedaan, moet ik zeggen. Ook heel veel. Ik heb toen bij het hele pakket van Omroep Max allerlei programma's gedaan. Vond ik super leuk. Omdat, ja, het is natuurlijk geen popmuziek en dat is niet wat ik eigenlijk doe als vak. Ja. Maar ik vind het juist zo leuk om die uitstapjes te doen. Ik zou ook dolgraag een keer een filmscore willen doen. Puur om alles, min of meer om alles gedaan te hebben wat op mijn bucketlist staat. En film, hoe heet dat, tv-tunes, superleuk. Want je moet in 20 seconden, 25 seconden moet je een verhaaltje vertellen wat bij een beeld past, bij een programma past, bij een doelgroep past. Tijd gedaan, nu even niet meer, want nu zijn er weer andere dingen, de grote musical, andere eigen projecten waar ik mee bezig ben. Maar ik heb het gedaan en dat vind ik leuk. En best wel veel. Check. Ja, afgecheckt. Ja. Je hebt twee dochters, Summer en Robin Tess? Robin Tess. Hoe noem je haar? Robin? Of alleen Tess? Nee, het is Robin. Vandaar dat ik vroeg, hoe word jij genoemd? Andries, Jelle of Andries? Ja. Het is Robin Tess. En heel veel mensen noemen haar Robin, maar haar volledige naam is Robin Tess. Ja. Dat zeg ik dan ook altijd. Ja, ze zijn beide muzikaal volgens mij. Ja, zeer muzikaal, allebei. Wat doen ze? Vertel eens. Nou ja, gelukkig zijn ze heel muzikaal. Ze zingen heel, heel goed. Ze musiceren, componeren. Maar het gelukkige daarbij is dat ze ook academisch heel goed zijn. Ze zijn slim. En ik heb nooit gezegd tegen ze dat ze niet in de muziekindustrie moesten gaan. Alhoewel ik weet hoe moeilijk het is. Het is bij ons gelukt, maar het was een lange weg. En ik zie heel veel mensen, en daar kunnen we allebei over meepraten in onze lange carrière. 99% wil heel graag doet van alles, maar mislukt. Maar een heel klein deel kan door. Dus ik ben heel blij dat ze zo slim zijn. Ze studeren allebei. Eén is bijna klaar, Robin Tess. Ik ga nu bij een advocatenkantoor werken. En de jongste gaat nu haar masterjaar in. Business economics. Slimme meiden, maar met name eerlijke, goede, fantastische dames. Ja. Wauw, ik klinkt een trotse vader. Ja, ik ben super trots. Ja, maar elke vader is trots, zij ook. En iedereen is trots. We naderen het einde van het gesprek op camera. Hè. Ik wil hem straks eigenlijk uitzetten. En dan heb ik nog een paar vragen voor jullie die dan alleen in het blad te lezen zijn. Dat houden we een beetje exclusief. Misschien nog even toch over Rob, Ferdy. Stel het erop, hij gaat vroeg of laat overlijden. Mm-hmm. Welke gaat er later op achter voor jou? Enorm. En dat was, kijk, we hebben elkaar heel lang niet gesproken. Dat was, zelfs in die periode was dat zo geweest. Maar nu helemaal, zo kan ik het beter verwoorden. Want hij is een cruciaal deel van mijn leven. Hij is een cruciaal deel van het hele gebeuren om ons heen. En alles wat we in al die jaren opgebouwd hebben. Zul je hem missen? Ja, absoluut. Ja. Nou ja, als kiespijn denk ik. Nee. Maar even, ik zie jou verder dat hij dat nee, ja, nee, maar het is... Ja, maar het is een zucht van verlichting door... Ja, maar je hebt mensen die zijn er, hè, die leven. Je hebt ook mensen die zijn er en die zijn dynamisch en geproduceerd. En hij is er wel zo in natuurlijk. Dus dat zal extra daarin doorwerken. Zo kan ik het mooi zeggen. Ik heb Rob's hart een beetje geopend. Hij heeft gezegd dat hij van je houdt. Is dat wederzijds? Ja, dat heb ik al gezegd. Ja, nee, dat is het uiteraard wederzijds. En dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn. En dat is inherent aan het broer zijn.
Maar ook aan het feit dat we, ja, als je in percentage zou uitdrukken hoeveel van mijn leven ik met hem heb doorgebracht, ja, is best wel een aanzienlijk deel. Heren, ik neem als laatste mijn petje voor jullie af. En ik dank bedankt jullie voor de outfit. Voor jullie, bedankt voor het... ja, hoort er een beetje bij de outfit, maar dank voor jullie openhartigheid. En jullie humor. Want ik merk dat humor ook een rode draad is door jullie leven. Ja, en voor het mooie verhaal dat jullie hebben verteld. Ik ga het opschrijven voor nieuwe. En jij dank voor je mooie vragen die heel positief en verhelderend zijn. En je doet iets slims. Jij pakt dat Friese element pak je en dat als een soort van maskering voor de directheid van de vragen die je stelt. Dan zeg je ja, dat zit er een beetje in. En de cameraman knikt. Maar weet je wel, dat van ik ben Fries, ja, dus ik stel gewoon recht voor zijn raap. Ik ga het hard opzoeken. Ja. Dat vind ik echt goed. Ja. Wij gaan de camera uitzetten, want ik heb nog een paar vragen voor de mannen die jullie alleen in het blad gaan lezen. En nogmaals dank. Oké, ja. Okay. Nou, mannen. Ja. Hartelijk dank voor jullie openhartigheid, voor jullie opgewektheid, positiviteit. Mm-hmm. Mooie verhalen. We hebben gelachen. Ze hebben ook de diepgang even opgezocht. Absoluut. Gelachen en gehaald. Ik heb niet nog het gevoel dat ik vragen heb gesteld die ik niet mocht stellen. Hulde, goede vragen, heldere vragen. Friese vragen. En het helemaal uit Friesland hier naartoe gekomen. Mm-hmm. Een grote heer. Dus dank voor je komst. En dank jullie wel. Goeie weg. Mooi gesprek. Ja. En voor het voorwerp. En wel thuis. Dat was mooi. Ja, heel origineel. Leuk. Dankjewel. Blij dat je onder bent. Goed aan de familie. Ga ik doen. Oké. Hoi. Hoi. Nou, dat was een leuk interview met Bolland en Bolland. Man, wat een aardige kerel zeg. Vaak gesproken door de telefoon, nooit ontmoet. Nu wel. Ik was vooraf heel benieuwd hoe Rob Bolland, de oudste van de twee, over zijn ziekte zou praten. Hij was heel openhartig, ook heel positief en opgewekt. Gaat niet bij de pakken neerzitten, maar zegt eerder van ja, ik heb helemaal geen tijd om te sterven. Ik moet nog leven, want we moeten dit nog doen. Ik wil dit nog doen. Nou, fantastische instelling. Ferdy is wat meer de rechtlijnige van de twee. Super aardige man. Goede muzikanten. Ze hebben nog samen voor me gezongen. Heel blij mee. En we hebben natuurlijk gehad over de ruzie die ze 20 jaar lang hebben gehad. Gewoon de broederbonje. En de manier hoe ze dat bijgelegd hebben. En ze hebben zelfs gezegd dat ze van elkaar houden. En dat vond ik wel het kroontje op dit interview eigenlijk. Heel blij mee. Ik rijd nu naar Friesland terug om het uit te werken. Het interview is voor Nieuwe Revue. Ik heb ook foto's gemaakt van de heren, ook voor Nieuwe Revue. Vond je dit een leuke film? Dan help je mij enorm door even te liken dit filmpje. Maar ook door te abonneren. Dat staat hier ergens onder met een rode knop. Dat is gewoon gratis. Help je mij mee voor mijn YouTube kanaal. Help je mij een beetje mee op weg. En het zou tof zijn als je me wilt volgen op Instagram, @AndriesJelleDeJong. En ik hoop je bij een volgende vlog weer te zien. En, hoi!